Alright, jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe Mining Simulator. Dit is toch wel even een momentje waard. Eerst mijn vraag aan jullie. Het is een kleine moeite, maar het betekent... zoveel betekent het ook weer niet voor me, maar het zou wel leuk zijn. Blauw duimpje omhoog en we gaan er een leuke uitdaging van maken. Want ik heb altijd van die like challenges. Like binnen 3 seconden, like binnen 2 seconden. Hij wordt lastiger. Like de video binnen 3 seconden, maar raak eerst je grote teen aan. Dat zou dus betekenen dat als je nu onder een tafel zit met je benen, of misschien lekker lang uit, dat je heel snel je teen moet aanraken en moet liken. In 3 seconden. En de tijd gaat nu in 3, 2, 1. I don't know. Ik weet niet hoeveel mensen het hebben gedaan. Als het je nou niet is gelukt of je dacht, ik ga mijn teen niet aanraken. Doe dan gewoon een like voor extra geluk in je leven. En let's get it. We gaan ervoor. Ik kijk ernaar uit om even mee te beginnen. De vorige keer hebben wij onze pet geüpgrade. En die zo'n beetje ook. Hij ziet er gruwelijk uit. Die ogen in die Dominus, by the way. Wauw. Ik bedoel, I know. Ik heb het nu al een aantal afleveringen. En zo speciaal is het nu ook niet meer. Of het is wel heel speciaal. Maar het wow effect is er misschien een beetje vanaf gegaan. Alleen soms als ik er dan zo naar kijk. En ik heb ook dat staartje nog. Het is wel bizar. It's pretty intense. Wat wij gaan doen, is wij gaan ons allereerste bezoekje brengen aan Atlantis. Ja. Waarom? Omdat ik namelijk de vorige keer Atlantis heb vrij gekocht. Ja, ik wil eigenlijk zeggen vrij gespeeld, maar dat is niet waar. Dus let's go. Ik doe mijn ogen alvast dicht. Oké. Jullie zien het waarschijnlijk nu al. Ik nog niet. Maar daar gaan we. Oh. Dit is zo dik. De verloren stad van Bacon Hair staat er nog. Oh gosh. Dit is zo vet. Welkom in Atlantis, Job. Nou, leuk dat je me verwelkomt. Ben jij toevallig de elite miner waar iedereen het over heeft? Dat weet ik natuurlijk niet, maar... zou kunnen, zou kunnen. Laat het mij maar eens even zien of jij dat bent. Kom terug met 40 gouden munten en 35 koraal. Ga ik voor jou doen, jongen. Komt voor elkaar. En er is hier ook een shop. Dat is gewoon, als het goed is, de normale shop. Maar hier kunnen wij natuurlijk wel even een leuke cosmetic halen. Ja, stop, Job! Elke aflevering geef je Robux uit. Dat is zeker weten wat er door jullie hoofd heen gaat. En ik zeg het vaker. En ik weet dat het misschien heel erg dubbel is als ik dit doe. Want ik besteed echt enorm veel Robux. En dan zeg ik vervolgens, jongens en meisjes, doe dit niet na. Het is zonde van je geld. Maar ik weet het wel. Het is legit zonde van je geld. Want het is mij zo vaak voorgekomen dat een Robux game geüpdate wordt. En dat alles weg is uit je inventaris en zo. En dat je dus eigenlijk het geld voor niets hebt betaald. Daarom doe ik het graag om het aan jullie te laten zien. Zodat jullie het zelf niet hoeven te doen. We gaan lekker beginnen. We gaan een, wat zullen we kopen voor onszelf? We kunnen natuurlijk proberen een nieuwe Dominus te krijgen. Al vind ik degene die ik nu heb echt al super dik. Of een nieuwe Trill. Een Trill hebben wij eigenlijk nog niet eens. Zullen we dat gewoon doen? Zullen we gewoon een aantal Trills gaan kopen? Het fijne hieraan vind ik, by the way, is wel heel erg flauw eigenlijk ook alweer. Want als je namelijk Robux betaalt, is de kans op een mythical 100%. En als je het gewoon met coins wilt bereiken, is de kans 0,3%. Dus als je hieruit een mythical krijgt, dan ben je echt 1 in a million bewijzen van. Dus dat is een beetje dubbelzinnig. Dat je dus eigenlijk alsnog wel een soort van verplicht wordt om Robux te betalen. Maar ik wil het gewoon eens proberen te doen zonder. Dus ik ga nu gewoon 10 crates kopen. Ik heb dat zojuist gedaan met muntjes. Dus we gaan nu gelijk naar onze inventaris toe. Let's go. En we gaan eens even kijken of wij uit een van deze crates toevallig een epische Trill kunnen krijgen. En Trill is namelijk iets wat achter jou aankomt. Een soort van particle. Zie je ook heel erg vaak in Minecraft. Dus let's go! Ik zoek naar een epische Trill. Nicolas Cage. Oké, dat is een hele goede acteur. Dus dat is erg leuk. Maar veel van jullie zullen hem waarschijnlijk niet kennen. Een donuts. Oké, dat is ook een leuke. Dat is ook een leuke. De donuts. Oké, wat hebben we nog meer? Laat me eens even wat leuks zien. Wij hebben ice cream. Nou, die is sowieso niet heel erg bekend. We kunnen skippen, kunnen we geloof ik niet doen, of wel? Ja, dan moet je gelijk 250 Robux betalen. Dat is echt vreselijk gewoon. Tetris! Hey, dat is gaming related. Ik hou van gaming related stuff, dat is leuk. Maar het kan beter. Ik zoek eigenlijk een toch wel wat specialere. Ik weet dat een mythic dus echt een 1 op ja, eigenlijk een paar honderd is dat we die krijgen. Maar goed. Die is epic. Dat was een soort van maan... buitenaards planeetachtige structure moest dat voorstellen, denk ik. Hey, we hebben Gordon Ramsay. Kennen jullie Gordon Ramsay? Dat is zeg maar die chefkok die echt iedereen uitscheldt wanneer ze per ongeluk iets te lang in de pan laten liggen of iets verkeerd snijden.
Hele leuke gozer. Wel om naar te kijken in ieder geval. Waarschijnlijk niet om bij in de keuken te staan. Weer de installer. Nou, die hebben we dus alweer gekregen. We hebben er nog twee over, jongens. Kom op, geef me even een leuke trail. Ik wil eigenlijk heel erg graag de regenboog. Is hij weer, hoor, Gordon Ramsay. Ga eens even weg uit mijn beeldscherm, joh. Ik heb je nu al een paar keer gekregen. Ik ben er nu al wel weer klaar mee. En we hebben weer ice cream. Ja, goed. We hebben heel wat dubbele gekregen. Maar ik wil eigenlijk wel eens even kijken welke... Ik wil die Gordon Ramsay sowieso aan hebben. Ah, oh, kijk dan. Oh my gosh. Oké, dat is erg leuk. Maar het kan beter. I believe. Die vind ik heel erg vet. Oh, eigenlijk moet ik deze aanhouden. Deze matcht heel erg goed met een beetje de enge sfeer die om mij heen hangt. Dus dat is leuk. Maar we zijn nog niet klaar. We zijn nog niet klaar, jongens. Tuurlijk zijn we nog niet klaar. We gaan terug naar cosmetics. En ik wil eigenlijk wel proberen een hele coole hoed te krijgen. 10 miljoen. We spenderen gewoon even 10 miljoen alsof het niets is. Dus we gaan naar onze inventaris. We gaan deze 10 even openmaken. En als we nou echt geen mythic kunnen krijgen, moeten we wat Robux gaan spenderen. Maar ik hoop dat ik de Robux een keer in de zak kan houden. Want ik heb er al heel erg veel uitgegeven de afgelopen tijd. Wij hebben de Gladiator. Oké, dat is op zich niet verkeerd. Dat is leuk om te hebben. Maar het kan beter. We zoeken natuurlijk een mythic. Ik bedoel, alles wat niet mythic is, is eigenlijk gewoon een beetje basic. De Black Iron King. Oké, dat is op zich ook best wel een vette. Maar het kan beter. Oh, ik klink zo enorm ondankbaar op dit moment. Zo wil ik totaal niet overkomen. Laat me duidelijk zijn. Ik ben een heel dankbaar iemand. En heel humble met name. Ik bedank iemand altijd. Al is het maar een kauwgompje wat ik van iemand krijg. Maar Roblox is natuurlijk niet een persoon. Maar is gewoon een game. Dus dan is het wat makkelijker om te zeggen. Oh! Oh! Ik zag een Galaxy Dominus. Net zoals in Fortnite de Galaxy skin, zag ik gewoon in Roblox een Galaxy Dominus. Oh, luister. Hé, als ik die krijg, dat is de allerzeldzaamste Dominus die er bestaat. Dat is legit een van de allerzeldzaamste en ook een van de nieuwste Dominussen die er bestaat. Dus als ik de Galaxy Dominus ga krijgen, spring ik door het dak heen. Ik heb wel golden headphones gekregen, maar als ik die aandoe, zie dat er dan grappig uit? Hoe gaat het eruit zien als ik een gouden hoofdtelefoon opzet? Equip. Oh, wat erg, Job. Nee, dat wil ik helemaal niet. Nou goed, we gaan gewoon even verder. We doen zometeen onze legendary spooky Dominus wel weer aan. Oh, ik schrok even. Ik zag Galaxy staan. Ik dacht dat ik hem kreeg, maar ik heb Galaxy... Hoe zou ik eruit zien met Galaxy haar eigenlijk? Dat is best wel vet. Hé! Hey, dat is best wel gruwelijk. Holy moly! What the heck? Dat is epischer dan ik dacht, to be honest. Oké, maar ik moet echt een mythic. Ik moet echt een mythical hebben. Ik moet niet een mythical hebben. Nee, ik moet de Galaxy mythical hebben, joh. Want dat is wat ik nodig heb. Oké, kom op. Oké, de Fallen Federation. Dat hebben we ook al gekregen. Jongens, ik ga het toch doen voordat ik überhaupt ga minen hier in het gedeelte. En ga proberen de quest te halen van de beste man die daar verderop staat. Ik ga toch proberen om de Galaxy te krijgen. Ik ga het toch doen. Daarvoor moet ik wel deze kopen van 300 Robux. Anders ga ik hem niet kunnen krijgen. Want de Galaxy is namelijk een mythical. En uit deze box van 100 Robux krijg je bijna geen mythical. Tenminste, de kans is heel erg klein. Dus we gaan het doen. Oh, dit is zo erg. Ik heb alweer bijna 2000 Robux uitgegeven. In alleen al de laatste 3 afleveringen van Mining Simulator. Het is echt vreselijk. Oké. Roblox-goden. Kunt u mij verstaan? Geen reactie. Oké, luister. Het maakt me niet uit wat ik krijg. Het is sowieso een mythical. Dus wat ik ook krijg, het gaat gruwelijk zijn. Maar als het een Galaxy is, dan eet ik mijn portemonnee. I don't know. Hij is erg leeg. Voor de mensen die denken dat ik rijk ben. Ja. Let's go. 3, 2, 1. Wacht. Momentje. Uno momento. Wacht even. We doen eerst de hand de Dominus aan. Wacht even. We hebben geloof ik de allerzeldzaamste. Hij is 200.000 waard. En hij zorgt ervoor dat de 2,5 keer zo snel gaan minen. En dat de oors 3 keer zoveel waard zijn. En hij vermeerdert onze kracht met 600. Hoe ziet hij eruit? Jongens, we hebben gewoon een staart die in de fik staat. Een staart die in de fik
Staart. Staat. Oké. Super amazing. Sorry, een beetje consumptie. Niet netjes op. Ah, super episch. Oké, wij hebben dus nu... Oh joh, wat zijn we lekker bezig. Ja, ik wil alsnog die Galaxy Dominus hebben. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik epischer vind. Dit of de Galaxy Dominus. Want deze staart is ook wel echt gruwelijk. Oké, hier is iemand heel erg fan. Oh nee, valt best mee. Ik dacht even dat iemand heel erg... Oh, nu ben ik nog sneller, hè. Ik ben nu nog sneller dan ik voorheen was. Oh gosh, ik ben nu nog sneller dan ik voorheen was. Wat? Dit is zo bizar. Dit is echt... Ik vind het wel heel erg leuk hoe je in elke mining simulator dimensie waar je naartoe kunt gaan... Dat je daar iets anders kunt vinden aan oors. Dus bijvoorbeeld in de Halloween zijn het vleermuizen, botten en ogen. En hier zijn het dan koraalstukken, schatstukken, edelstenen en gouden munten. Dat vind ik wel heel erg vet. Dus dat is een voordeel. Maar ik jongens, we hebben onszelf echt weer overtroffen hoor. We hebben onszelf echt weer even van de beste kant laten zien. Oh gosh, wat epic. Nogmaals, geef geen Robux uit. Koop überhaupt geen Robux. Het is erg zonde van je geld en je kunt er veel leukere dingen mee doen. Zoals sparen voor de toekomst. Al klinkt dat misschien nu niet leuk. Als je wat ouder bent, is het heel erg leuk als je het hebt gedaan toen je wat jonger was. Dus ik raad jullie dat vooral aan. Ik ga nog even lekker door met mine. De volgende aflevering gaan we er weer een leuke video van maken. En misschien unlocken wij de volgende aflevering wel weer... Een nieuwe dimensie. Bedankt voor het kijken. Het was je Word It Tuber. Abonneer geheel gratis op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Jij bent een baas. En jij hebt jouw eigen unieke talenten die jou anders maken dan de rest. Onthoud dat. En laat je door niemand van de wijs brengen dat je niet speciaals bent. Of dat je een sukkel of een loser bent. Want dat ben je niet. Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.